Hey kijkers van de Zavondkraft, welkom bij een nieuwe Mytopia en we gaan rondvliegen in een helikopter. Waarom? Geen reden, gewoon zin. Ik heb hier een Tiger helikopter. Daar gaan we in zitten, zo, en we gaan door Utrechtse vliegen. Het heeft helemaal geen zin, het heeft helemaal geen nut, het is hartstikke kinderachtig, maar weet je wat het is? Ik vind het leuk om te doen, het ziet er nog eens een keer fucking cool uit ook. En gewoon kijken of mensen het zien. Zouden mensen het zien? Ik weet het eigenlijk niet. Sta ik in Vanish? Weet ik eigenlijk ook niet. Even kijken. Slash Vanish. Nou, niet meer. Oké, let's go. Want ik weet niet. Ik had vandaag zoiets van: oh, er is iets wat ik nog heel graag wil doen in Mytopia. Maar dat gaan we nu even niet doen. Kijk, daar gaan we. Zie je het? Ja, ze zien het. Een helikopter, dit moet je toch zien. Ik weet niet hoe dit eruit ziet als ze vliegen. Voor mij ziet het er wel redelijk non-buggy uit. Ah, ik ben even vastgelopen. Oh, nou niet meer. Mooi man. Ja, toch? Kijken of we iedereen mee kunnen krijgen. Ik weet het niet. David, ei! Ja, ei! Gaan we hier naartoe zo? Volgen ze me? Ik weet niet of ze me volgen. Waar zou het druk zijn? Ik weet niet waar het druk is. En hoe vet zou het zijn als dit herrie zou maken? Zal ik hem op een dak parkeren ergens? Ja! We gaan naar het gemeentehuis. Dat gaan we doen. Zetten we hem eerst even hier zo neer. Even parkeren. En landen maar. Hoppakee. Zo. Gefixt. Ja. Wow, zegt hij. Hey. Wat kan ik voor je doen? Ik vind het vet. We gaan nog even verder. Want hier is er niet zoveel te doen. Oeh, hij blijft even hangen. Misschien moeten we naar een andere stad. Wacht eens even. Nee, het is wel druk hier. Maar waar zou iedereen zitten? Dat is de vraag. We gaan gokken dat ze bij winkels zijn. Of misschien bij de portals? Nee, we gaan even richting het nieuwe stukje. Want dat wordt steeds voller gebouwd, zoals je ziet. Het is echt insane aan het worden. En we gaan even hier parkeren. Kijken of hier mensen zijn. Rustig landen. Ik heb hem gewoon op het ijs. Zo. Nee hoor. Wat? Zegt iemand eten nodig? Wat, wat, wat? Ja, eten. Goed plan. Doe mij maar. Wat heb je eigenlijk? Dit is toch luid? Dit is een beetje oefenen voor Malibu, dit. En wat heb je? Hamburgers heb ik wel. Doe maar alle hamburgers die je hebt. Ongeveer. Doe maar veel. Waar is hij nou heen? Is hij nou weg? Is hij of... Oh, dat dan niet. Oké. Rijke luis. Ja, toch? Ja, toch? Ja, doe maar. Waar is de pinautomaat? Hier. Wat zou het kosten? Dit zijn 10 keer 5.000, 50.000. Wat kost dat? Even kijken, ondanks dat ik hem heel veel geld gegeven, maakt me niet uit. En dat ga ik doen met de helikopter. Ik ga gewoon bij winkels langs. Oh, is internet. Nee! Drama. Even kijken. Oh ja. Hoeveel kost het? ja, één stack. En geef maar huur. Ja, doen. De rest is fooi. En nu mijn eten. Waar ligt mijn eten? Oh, daar. Hoppakee, we hebben de steak. Thanks, bro. Thanks, Lata. Nou, we gaan weer terug. Op naar de helikopter. Ja, op naar de volgende winkel. Waar zullen we heen gaan? Misschien wat hoger deze keer. En dan gaan we.
Ziet er wel skeer uit, die gear, man. Niet zo zeuren over mijn gear, vriend. Oké, daar is nog een winkel. Ja, Chaniria winkel. Gaan we ook heen. Is het Chaniria, is het de valk? Waar is het valk? Het staat nergens dat ik niet mag parkeren met een helikopter hier, dus ik doe het gewoon. Even in de rij staan. Ja toch. Zeg maar als ik aan de beurt ben. Ben ik al aan de beurt? Ben ik? Ben ik nou aan de beurt? Of niet? Als je binnen de helje staat. Wat? Ik snap er niks van. Ja, ik wil graag... wat heb je eigenlijk? Geen flauw idee. Ik weet niet wat je hebt. Maar dat is wel leuk, shop met de helikopter. Oh my god, I like it. Wat hebben we ze? Oh. Ah. Doe mij maar duur. Stack golden apples? Zoiets. Lijkt me een goed plan. Graag. Oh. Wat heb je nog wel? Ah. Wat heb je nog wel? Come on! Ja, maar wat heb je dan wel? Heb je... Even kijken. Vitamine. Nice. Heb je vitamine D? Vitamine David. Ha! Hallo, heb je vitamine D? Mooi. Voor mij en mijn Mattie zakcentje. Graag vitamine D. Hoeveel krijg ik hiervoor? Zo. En pakken we. Hoeveel pakken we? 20. Dat zijn dus 100.000 volgens mij. Denk ik. Oh, oh. Ik sta hier schijnbaar. Ik stond verkeerd. Een zakcentje, die krijgen we toch? Ja, toch. Blijven ze wel een beetje van mijn helikopter af daar. Niet krassen. Ja, zoiets. Oh, doe mij er maar 20. En de rest naar zakcentje. Anders past niet. Zijn die zo goedkoop? Ik dacht dat vitamine D echt heel duur was, maar het valt nog wel mee. Ja toch, zakcentje. Doen we gewoon. 60 Vita D. Lekker sporten. Lekker breed. Straks pas je niet meer door de deur. Denk ik. Het wordt even opgehaald. En dan vertrek ik zo meteen weer. En dan gaan we nog eventjes naar... Ik denk het begin van de straat. Dit is wel leuk. Zal ik het ook in Rolandia doen? En ik redeel gewoon met de helikopter shoppen. Mooie kleur hoor, Shani. Oh ja, kom maar. 20 stuks dus. 20 keer graag. 20 voor mij en 60 voor zakcentje. Ben je jouw drukte? Insi El Tandor. Wat heeft hij daar? 20. Ik snap er helemaal niks meer van. Wacht even. Ik doe dat nog een keer. Sure. Zo. Dan halen we die eruit.
Zo, en dan doen we infusie zakcentje. Zakcentje heeft er ook al een paar. Thanks, hoef geen bolletje. Doeg! Zo, daar gaan we. Hoppakee, ik heb al betaald, toch? Ja, ik had al betaald. Dan gaan we dan. We gaan naar de spawn toe. Dit is mijn overval. What the fuck? Mensen zijn aan het overvallen. Ik snap er helemaal niks van. Hoe komen we hier ook weer uit? We moeten naar de politie toe. En dan gaan we naar het normale centrum. Ik ben gewoon een kwartier lang aan dat shit aan het bestellen hier. Ik vind het helemaal geweldig. Zo, let's go. Word ik gevolgd? Nee, totaal niet. Mooi zo. En dan gaan we even kijken naar helemaal aan het begin bij de oude span, zeg maar. Of daar ook nog shit te kopen is. Ik vind het wel leuk. Shoppen met de helikopter. Die komt ook echt fucking patserig aan. Zo, ta-ta-ta-ta-da. Hallo. Ja, het scheelt je wel lopen dit. Als in oprecht. Hij blijft soms een beetje hangen, maar het scheelt je echt lopen. Waar ben ik? Dit is... Oh, hier, ik ben er al. Afremmen. En... Oh, nee! Nee, mijn vitamines! Nee, mijn vitamines! Shit. Waarom zit ik vast? Game mode 3. What the fuck? Waarom ben ik in één keer opgesloten? Ben ik officieel nog gejailed? Really? Is het zo erg? Game mode. Oh. Hey. Besmetting. Game mode creative. Infusie besmetting. Ja, dat dacht ik wel. Ja, kom maar. Thanks voor oppakken. Ja! Ja, ik had wel door. Ook alleen omdat ik kan tp'en. Maar ik drukte volgende keer op shift in plaats van naar beneden te gaan met de helikopter. Oeps. Mijn kleding. En vitamines. D. Yes. Komt u maar. Viel net dood, was niet zo slim. Kijk of hij alles geeft. Hou maar wat vitamines. Anders past het nooit. En de kleding graag. Besmetting. Nee, hoeft niet. Enkel de 3 kleding graag. En kijk, heeft hij ook die stomme admin tool? Of niet? Nee. Kom op, we hebben nog meer te doen. Kom op! Dat je iets van straat pakt en het is niet van jou. Kom nou maar. Van jou is het namelijk sowieso niet, vriend. Oké. Ga ik met je mee? Hij gaat even naar de politie. Lijkt me een goed plan. Hingen er camera's? Dat is de vraag. Hier zo. Zouden er camera's gehangen hebben? En waar de fuck is mijn helikopter gebleven? Daar. Huh. Waar is besmetting heen? Mijn helikopter staat daar. Wat sneu. Waar is de politie? Waar is politie als je hem nodig hebt? Wat ben jij? Ben jij... Captain. Burger. Man. Ik zoek politie.
We gaan die besmetting nog wel even pakken. Hij loopt gewoon met mijn kleding weg, die vent, hè. En weet je wat, fuck it. Ik ben gewoon doodgevallen. Dat is mijn eigen stomme schuld. Mijn helikopter hangt er nog. Die moet ik straks nog even opzien te halen. En het was leuk. Ik ga dan zonder op shift te drukken de volgende keer dat we het wel even doen. Ik ga wel even in Venice, anders staan mensen me alleen maar weer aan te staren. En dan gaan we in dit Irolandia even proberen. Het idee was leuk, totdat ik op shift drukte. En weet je wat? Besmetting. Als je niet meer wegkomt bij de politie en een goede smoes hebt, mag je de kleding houden. Tot de volgende keer, jongens. Vergeet een like eventjes niet. En abonneer op DDC.